Ik ben Joyce. Ik werk zowel als hemodialyseverpleegkundige als peritoneaal dialyseverpleegkundige. Hallo, ik ben Regina. Ik ben hemodialyseverpleegkundige en peritoneaal dialyseverpleegkundige. Graag willen we jullie meenemen op een dagje bij de dialyse. Patiënten die komen bij ons in beeld als ze eindstadium nierfalen hebben. Peritoneaal dialyse is een vorm van thuisdialyse. Die gaan de patiënten elke dag thuis zelf doen. Daarvoor krijgen ze eerst een katheter geïmplanteerd. Als patiënten het helemaal zelfstandig kunnen, gaan wij mee voor de thuisplaatsing. Als we hemodialyse doen, dan zijn we ingedeeld op een van de drie units. We gaan inlezen over onze patiënten. Daarna gaan we starten met het opbouwen van de dialysemachines. En dan druppelen de patiënten één voor één binnen en dan starten met de dialyse. Aan het eind van de ochtend dan koppelen we de patiënten weer af, gaan ze weer naar huis. En ja, 's middags herhaalt zich dat met de middaggroep. Dan gaan wij weer rapporteren en dan sluiten wij af van onze patiënten. En vanaf een uur of twee hebben wij ruimte om te werken aan onze werkgroepjes wat we daarnaast doen. De peritoneaal dialyse die gaat eigenlijk door tot een uur of vier. En dat omvat vooral patiënten trainen, huisbezoeken, polyafspraken. Dus dat is weer een hele andere tak van sport. Ons team bestaat ongeveer uit 50 medewerkers. Dan heb je de roomservice natuurlijk, maar dialyseverpleegkundigen, maar ook dialyseassistenten. En die opleidingen voor zowel verpleegkundigen als assistenten, die worden door ons hier ondersteund. De sfeer in ons team is echt best gezellig. We hebben het onderling heel erg gezellig, maar zeker ook met de patiënten. Omdat zij zo vaak zoveel komen, zoveel jaren, heb je daar best een band mee en kunnen we daar best een lolletje af en toe mee maken. In het ver verleden heb ik hier de opleiding gedaan, maar ben uiteindelijk dus 14 jaar geleden weer teruggekomen. Dan voelt het als een warm bad. Het voelt veilig om hier te werken. Als HD-verpleegkundige kun je hier binnen de afdelingen specialiseren als PD-verpleegkundige. We hebben ook een nierfalenpolie, dus dat zijn extra taken en maakt je verdiepend in je vak. Ik heb een patiënt waar ik 4 jaar intensief voor heb gezorgd. En hij stond sinds april op dat hij getransporteerd kon worden. En toen inderdaad, eindelijk begin augustus, ik had nachtdienst, word ik door een slaperige nefroloog opgebeld dat er een nieraanbod voor mijn patiënt was. Ja, dat was super gaaf. En ik heb die patiënt mogen bellen ook. Ja, die nier die doet het en die jongen die kan weer beginnen aan zijn leven. Ja, dan ik krijg er nog steeds kippenvel van, ook als ik het nu vertel. Dat was echt het gaafste moment in de afgelopen 4 jaar. We vonden het leuk om jullie mee te nemen op onze afdeling in dialyse. En jullie een kijkje te laten nemen van wat een dialyseverpleegkundige zoal doet. Maar je moet wel tegen naalden en bloed kunnen.